Oké, nou, we hebben een hele stapel hier aan telefoons, laptops, van alles nog wat. En er zit ook een Chromebook tussen deze game natuurlijk. Dat is gewoon de iPhone. Het is een tablet, een kleintje in dit geval van de Galaxy Tab van Samsung. Werkt functioneel ongeveer zoals deze van Apple, de iPad. iPad 2 is er inmiddels. En dan hebben we heel aan het andere spectrum hebben we natuurlijk gewoon een normale laptop, zou ik maar zeggen, waar alle functionaliteit en Windows op zit. En wat er nu nieuw tussen gekomen is, als het ware, is een netboek, of een Chromebook heet het officieel eigenlijk. Van, nou, in dit geval, je ziet het hier, Samsung. Ze komen binnenkort ook van Acer. Maar het idee is dat er Google software, als het ware, voorbereid is en dat je alles op afstand kan gebruiken. Je ziet dat hij klein en dun is. Hij is redelijk zwaar in gebruik. Je kan een USB-stickje aansluiten. Er zit hier een telefoonkaartje in, zodat je verbinding kan maken. Maar eigenlijk is dit dus gewoon een soort netcomputer. Wat je er in de kern eigenlijk mee doet, is gewoon surfen op internet. Dus je zet hem aan, binnen 8 seconden is hij opgestart. Dan krijg je ongeveer dit te zien. Een scherm met een soort van apps, zal ik maar zeggen. Maar daar staan dus ook alle zaken die je al kent van Google. Dus de Gmail, Google Docs, koppeling naar YouTube, noem het maar op. Je kunt zelf allerlei dingen erbij zetten. Bijvoorbeeld, wat de kinderen natuurlijk alweer hebben gedaan, hebben ze Angry Bird erop zetten. En het allerbelangrijkste is eigenlijk dat je de computer dus alleen kan gebruiken als je een goede internetverbinding hebt. Of via wifi, of dus via het telefoonkaartje wat hierop zit. En dat is een voordeel dat het zo makkelijk gaat. Aan de andere kant is dat natuurlijk ook gelijk het nadeel. Dat je als je geen goede verbinding hebt, dat het ook gewoon niet doet. Je kan gewoon wegleggen. Maar voor sommige dingen is het dus best wel heel praktisch. En bij wijze van spreken, als je lekker bij de televisie zit en je wil een beetje surfen, een beetje e-mailen ondertussen, dan kun je dat makkelijk erbij doen. Dus op zich voegt dit echt iets toe tussen en aan de ene kant de laptops, zal ik maar zeggen, en aan de andere kant de tablet die je in je zak steekt en de telefoon. Het grappige is wel dat je nu dus drie werelden eigenlijk hebt. Je hebt de Windows-wereld, je hebt de Apple-wereld en je hebt nu dus ook de Chrome-wereld van Google. En dat zijn drie software-werelden die eigenlijk niet zo heel makkelijk met elkaar praten. Ja, en daar heb je natuurlijk als gebruiker op een gegeven moment last van. Dat je denkt van ja, maar waarom kan ik nou iets niet bekijken of iets niet gebruiken? Bijvoorbeeld PowerPoint draaien vanaf deze computer is niet helemaal de bedoeling van Google. Die hebben daar weer een eigen programma voor waarmee je presentaties kan laten zien. Een Zoho Show bijvoorbeeld. En die start je dan op als je verbinding hebt. De verbinding maak je overigens gewoon hier heel simpel bovenin. Dan kun je kiezen of je een wifi-netwerk wil gebruiken, of een KPN-verbinding, of T-Mobile, of wat dan ook. En op die manier zorg je dat je verbonden bent. Maar nogmaals, als je geen verbinding hebt, en dat zag je net even dat hij druk bezig was om verbinding te maken, ja, dan kan je dus gewoon niks doen. Nou, nu is hij er weer. En dan zie je hier dat je bijvoorbeeld een soort van PowerPoint keynote functionaliteit hebt, maar dat heet dan hier bijvoorbeeld de Zoho Show. Nou, dat is de eerste indruk van de Chromebook. En de Chromebook wordt dus onder andere door Samsung en Acer binnenkort geleverd. En Samsung is verkrijgbaar het Chromebook vanaf 24 juni 2011. We gaan er nog eens even wat meer ervaring mee opdoen en dan zullen we binnenkort daar verder over berichten.